Er is altijd boerderij geweest. Toen was mijn vader 17 jaar oud. Hij begon toen met 17 koeien. En 18 jaar geleden ben ik dan ook in het bedrijf gestapt, samen met mijn ouders. We zijn toen gegroeid, tot een 90 koeien. En nu, sinds 2 jaar, hebben wij het bedrijf overgenomen van mijn ouders. De oudste dochter is Chil. De zoon Robin is 7. En de kleinste is Lien, is 4. Wordt 4. Het ochtendontbijt proberen we elke dag samen aan tafel te zitten. Er wordt vlug iets over school gevraagd of verteld. En dat zijn 10 minuten, kwartiertje dat we even samen zitten aan tafel. En dan zijn we terug aan het werk. De oudste die helpt ook mee met melken. En de jongen, die kent de nummers van de koeien. Die komt al af van, papa, er is iets met die koe. Die nummer. En dan komen ze binnen, is dit of is er een kalfje geboren of... Ze zijn alle drie ook met het leven geconfronteerd, met het boerenleven. Ze vinden dat geweldig, hè? Ja. Hey. Hey, ja. De koeien hebben allemaal nummers om. Vanaf het moment dat ze achter door die blauwe doek lopen, komt automatisch het nummer op het scherm staan waar de koe staat. En hier is 's morgens is het rustig met melken. 'S Avonds ook rustig. Met deze plek kom je tot rust. De borstel is voor de koeien. Kijk, je ziet gewoon de koeien genieten van het laten borstelen. De koeien gaan er gewoon onder, het begint te draaien. Het is een relaxerend voor de koe. Men beweert dat er meer bloedsomloop. Hoe meer de koe zich goed voelt, dat het een stimulerend is van de bloedsomloop voor de koe. Je kent je koeien. Ze hoeven de halsband niet om te hebben. Je haalt je koeien, je herkent ze gewoon. Als gelijk een juffrouw haar kleuters kent, kennen wij de koeien. Wij leveren de melk aan Danone. Danone is toch wereldbekend. Het is toch een grote naam. Dus je mag er eigenlijk fier op zijn dat je aan zo'n fabriek mag leveren. Het is ons levenswerk. En ik ben ook heel blij dat hij het goed doet samen met zijn vrouw. En dat hij het verder kan uitbouwen tot een mooi bedrijf. Het is ons levenswerk en hij zet dat verder. Misschien later zijn zoon, wie weet. Ja, dat hopen we. Dat wij het door kunnen geven naar de volgende generatie.